Morgen. Ich mache mir nicht morgen. Kommt am Morgen. Ich sehe ein lieber Herbeise. So sehen wir. Es ist Lente. So sehen wir und so sehen wir nicht. Vlischkind. Jeffrey, kannst du beißen, lief? Eén van jullie. Ja, ik kan wel iets zeggen, Ed, hoor. We gaan beginnen. Altijd cool, alsjeblieft. Kan je het hiermee redden? Ja. Hoe lang hebben we nog? Ik kan gewoon vanaf de bumper kan ik wel redden, hoor. Gewoon, ja, ik snap het. Vanaf de bumper kan ik me redden. Maar dan moet ik wel even intro doen. Intro kan ik niet alleen doen. Goedemiddag, mijn naam is Floris Duin en ik heet u welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwsfabriek. Vandaag naast mij op de bank heb je Tiemen Dijkstra, onze goede man, en je hebt hier Sander van Doorn. Dus Sander is een professionele gamer, denk ik, ja. En Tiemen is een filantropist. Ja, oké, Sander. Wat is jouw lievelingsgame? Ik speel toch echt het meeste Call of Duty. En Modern Warfare 2 heb ik al gehoord. Ja. Wat vind jij zo leuk aan? Ik weet niet, ik ben gewoon op mijn 8e ben ik eraan begonnen. En ik ben er gewoon steeds beter in geworden, toernooien gaan spelen. Sta je hoog in de ranglijsten? Ja. Stond of sta nog steeds? Ja, nou, ik stond hoog, maar niet meer. Wat vind je eigenlijk leuk aan, man? Met je mensen neerknallen? Ja, sommigen zien het als alleen maar geschiet en sommigen die gewoon, hebben gewoon fun. Een beetje omklooien met vrienden en sommigen gaan gewoon echt voor de uitdaging, gewoon echt voor het winnen. Ja, ja.